De Baal de Borggroep is een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Wij leveren zorg in Overijssel en Drenthe op 80 verschillende locaties. En daarnaast hebben wij een grote locatie in Dedemsvaart waar de ouderenzorg wordt gegeven. We bemerkten binnen de Baal de Borggroep dat er een x-aantal cliënten zijn geweest die wel een woning delen, maar wel hun eigen kamers hebben op hetzelfde adres. En de behoefte hadden om specifieke pakketten aan te schaffen, denk bijvoorbeeld aan Eredivisie Live. Dat bleek nogal lastig te zijn, omdat dit soort leveranciers kunnen leveren op één adres. Alleen binnen zorg is het feit dat er op één adres dus meerdere cliënten wonen. Nou, dat vonden wij een uitdaging die wij met Sego hebben besproken. En ook de uitdaging die Sego aan heeft willen gaan. Tijdens het project heb ik medewerkers van Baal de Borg meegenomen naar de helpdesk. Hier zitten mensen die speciaal zijn opgeleid om mensen met een verstandelijke beperking te woord te staan. Ja, ik heb geen sinaasappel. Onze medewerkers die weten precies wat ze moeten doen. Ook om de cliënt gerust te stellen, goed te woord te staan en verder te helpen. Ik heb geprobeerd en ik heb beeld. De helpdesk waar onze cliënten naartoe kunnen bellen, ja, dat was voor mij persoonlijk, maar dus ook voor de gehele Baal de Borggroep. Het punt waarvan wij dachten, ja, dit is wat we nodig hebben. Om ook de zelfredzaamheid van de cliënt hoog in het vaandel te houden. Wij worden ontzorgd. Wij hoeven ons niet meer zoveel te bemoeien met de facturatie naar de cliënten. Daarnaast merken we ook dat de medewerkers niet zoveel van de werkvloer afgehaald worden. Zij kunnen met zorg bezig en als er vragen zijn rondom internet, televisie of telefonie, dan kunnen zij bellen met Sego. Internet is voor ons een vanzelfsprekendheid. We gebruiken het thuis, op het werk. Het mooie van dit project is dat de cliënten van Baal de Borg dit ook krijgen. Ze kunnen gamen, ze kunnen andere toepassingen gebruiken, zonder dat ze daarin beperkt worden. En dit draagt echt bij aan hun woonplezier. We zijn op dit moment grootschalig bezig om uit te gaan rollen met de zorgpropositie van Sego. Hiermee leggen we ook de fundering voor de toekomst. Dit wordt heel erg enthousiast ontvangen, zowel door de zorgmedewerkers als onze cliënten. Bovendien sluit het heel erg aan bij de visie van de Baal de Borggroep, Leef je leven.